Dag mensen, met Ubex Freken. Vandaag weer terug op een vlakke locatie hier in België. Een farm met nog een watermolen aanwezig. Gaan we een keer een kijk nemen. Let's go! Dus hier zijn we terug met de aflevering van Ubex Freken. Dus hier staan we nu op het domein van de farm, zo je kunt zien. Allemaal met stallingen nog aan. Echt prachtig. Ook al een beetje net vervallen. Dus het huis waar dat de watermolen in zit. Gaan we eerst een keer naar binnen gaan nu. Toch een ingang gevonden. Dus dat is hier de keuken van de farm. Zo je kunt zien, het is van de jaren 86 al verlaten. Je ziet, zijn ook alweer schoten gebruikt om de boel te ondersteunen, omdat anders allemaal naar beneden zou komen. Zelfs nog een oude tv dat hier staat, een oude zetel. En dat is ook een al zien, de muren waren allemaal ook gedekt in een soort oude platen met lichtblauwe tint. Hier heb je dan nog een oude vaatwas staan met een bepaalde krasselen en gelijke andere dingen nog aanwezig zijn. Nog een microhal. En ook gelijke postuurtjes, hier een biertje en nog een antieke klok. En dat is echt wel prachtig. Ook een oude zebrakaminkachel met de jerrycan er nog bij. En hier kijk, hier kun je dan verder een kijkje nemen in de opbergruimte, de kelder. Zoals je kunt zien, nog flessen die nog niet open gedaan zijn hinter. Een
hier dan nog een dompelpomp. Zo is, dus dan zie je zo een keer, dat is de kelder van de farm met de watermolen. Ook nog een oude krassel daar. En allerlei dingen dan hier nog ronddwalen op deze locatie. Of rondslingeren. Ja, ik ga naar buiten en ik ga een keer kijken in de living. Dus hier hebben we Tom, de Promo Supreme. Dus de watermolen, de bediening van deze watermolen. Zo kun je zien, de tandwielaandrijvingen. Dus boven heb je dan ook een deel, maar daar kun je niet bij, omdat allemaal het vergaan is. Hier werd dus dat draaide het om en het water wiet dan buiten, ga je het dan ook wel laten zien. Hier een oude weegschaal, dat ook wel nog prachtig is. En deze bakken hier allemaal. Dus er liggen zeker daar nog bloemzakken. Zo kan je zien. Of zandzakken. Ik denk dat ieder zand of bloem is. En hier, kijk, even kroketten te maken. Dus je kunt dat omhoog doen en terug dicht doen. En dan komen de kroketten langs van voor eruit. Hier heb je dan nog gelijke bakken. Waar ze zijn leeg. En hier hebben we dus nog een opbergruimte, een bijkeukentje. Met allemaal diepvriezers en ijskasten. Kijk, en hier de kraantjes. Dat ik voor flessen in te zetten. Wow, zie dat. De teller. Kijk, vrij recent, zo te zien. En zie die gordijnen. In deze tijd was dat wel de mode. Het afgewerkte bloemetjes. Ik eet dus zo'n soort ding voor in een mixer te steken. En hier heb ik dan ook nog lekkere potjes. Met een koffiekan. Een koekendoos. En nog servies. Taloortjes. En hier hebben we dan de living. Nog gelijk postuurtjes aanwezig. Ook nog bepaalde flessen. En in deze kast nog oude suikerbonen. Ook een oude tv van de jaren 50, 60. Kijk, en ook, ben er ook geweest in 2019. Bobby staat erop. Ook een vrij antieke zetel. Gewerkt in het leer. Zelfs Maria is nog steeds hier aanwezig op deze locatie. En hier dus, dat was een soort aardoger. Als je een permanent had, of verjaard erdoor. Hier hebben we dan een vibrokamienkachatje. Dat gaan we zien in de keuken. En hier ook weer een mooi postuurtje nog. Echt prachtig. En hier dat is voor kaarsjes in te zetten. En wat er ook nog vrij tof is, nog een oude beker dat hier achtergebleven is. En ook weer een mooie kast, afgewerkt met naturen in het hout. Een oude spiegel met als kapstok gebruikt hier. En een mooie typemachine. Wow. Maar die werkt niet meer. En hier hebben we dan ook een boek. Daar lekker inschriften in van deze gemeentes hier in de buurt, denk ik. Gaan we nu een keer verder kijken. Dus nu gaan we de eerste verdieping pakken. Ook weer een kast met vol papieren. Tijdschriften en nog gelijke stoffen dan aanwezig zijn. En dat was de eerste kamer. Maar je zou kunnen zien, deze kamer is niet meer echt toegankelijk, want daarboven
alles komt naar beneden al. Dus heel lang zal deze farm hier mee blijven staan. Hier hebben we dan een tweede kamer. Zo, ook kunnen zien, komt ook allemaal naar beneden. De bovenverdieping, het zolderruimte. En hier hebben we dan nog een deel. Weer een slaapkamer. Een tweepersoonsbed. Met een mooi gigantisch spiegel. En ook hier nog achtergebleven schoenen. Maar wel weer, kijk, in deze tijd. Van toen dat die mensen hier woonden. Was het bianpapier ook wel prachtig. Ook weer afgewerkt met bloemen. Het laatste werk komt ook los van het plafond. En kijk, hier hebben we dan nog allemaal gelijke medische producten en verbanden dan er nog in zitten. En hier hebben we dan nog een kamer. En kijk naar de vloer. Was ook allemaal met motieven. Maar zie daar, kijk. De vloer komt ook naar beneden. Hier hebben we dan nog een oude kinderzitstoeletje. En nog gelijke kledij in de kast. En nog een oud strijkijzer met een jurk. Dat hier ligt en daar, oh, wat een prachtige jurk is dat. Kijk hier. De narcis lijkt zo goed als nieuw. Ook weer met bloemen. Met die vrouw nog een redelijk stoplas van bloemetjes. Dan sta je zelfs nog een lekke liggen in de kast. Een soort een kilo totaal. Kijk, het is hier ook rustig. Het ligt er steeds nog al aan. Wat prachtig. Dus nu gaan we kijken terug naar beneden en naar andere bijgebouwen. Ik zei zelfs nog een oude stofzuiger. Nu gaan we naar buiten gaan waar het waterrad zit van deze mooie farm. Echt een unieke locatie. En echt wel mooi om deze te ontdekken. Hier zie je dat ook weer een aandrijving. Waar dat ook de as op liep. En hier al achter, recht voor mij, dat is het gat. Dat draaide in water en de wiet dan gestuurd. Het water kwam van daar, zo naar hier. Het rad draaide en vandaar kwam het water terug erop, hier binnen in deze beek, daar beneden zo verder. Echt, kijk, check het gebouw. Echt wel prachtig. In de staat dat hij nog is. Oké. Nu gaan we verder naar de stallingen waar dan er ook koeien zaten en gelijk andere beesten. Kijk, hier heb ik ook allemaal bijkotjes. Maar alle kotjes zijn naar beneden gekomen al van ouderdom. Kijk, dat kun je zien daar ook. Hier ligt er nog een oude wastrommel. En hier hebben we dan ook nog een soort dingen dat je gebruikt weet, een soort weegschaal of gewicht. Mensen, reageer in de comments en zeg mij wat voor iets dat is. Want ik herken het niet, het staat wel op 2 kilo. Maar het is iets vrij raar. En hier hebben we dan nog een plaats. Waar dat er ook nog lekker waspoeder of wasverzachter staat en nog een vrede oude wasmachine. En ook kijk, zo kun je zien, de kleren van de boer geweest. En hier hebben we dan waar dan de koeien stonden.
Dus ik kost naar 10 euro met de snuit. En dan komt er water via deze leiding zo naar beneden in die spotje. En dat zijn allemaal eetbakken hier. En overal, als je kan zien, hebt u waar dat ze aan vastgemaakt werden. En nog een oude vaas. En wat we hier ook nog hebben, dat zijn autobanden. En nog een oude diefries. En hier heb je dan ook een ruimte waar je het materiaal kost gezet worden. En daarboven, een trio van boven, is de ruimte van het stoot. De stoot, de hooizolder, dat we kunnen zeggen. Afgerond. Het was een vrij mooie locatie. Ze was van 86 en echt de watermolen nog vrij, echt schoon, nog intact zelfs. Dat wel al bijna roesten en ook al dat we tegenkwam boven was ook wel prachtig. Deze mooie locatie, de farm. Zoals je ziet hier, heb je gezien van boven de hooizolder. Nog altijd een mazitank dat een wezen is. Dus we zijn, kijk. Volg me zeker verder op YouTube, Instagram en Facebook. Urbex Vreekuin, doe een duimpje omhoog. Geef mij zeker een abonnee op mijn kanaal. En ik zie je verder tot de volgende video. See you later.